Koninklijke Visio. Deze beeldopname is ook goed te volgen als je alleen luistert. Goedendag, ik ben Stefan Larijssen, digitale vaardigheidstrainer bij Koninklijke Visio. En in deze korte instructiefilm leg ik u uit hoe u het beste over het kennisportaal van Visio kunt navigeren. Nou, op het moment dat u naar de website kennisportaal.visio.org gaat, komt u op de website. Komt u hier voor de eerste keer, dan krijgt u een cookie-melding. Nou, die kunt u met het accepteren knopje bevestigen, zodat de cookie-melding in ieder geval weggaat. Het scheelt weer voor iets meer overzicht op de pagina. En daarna zou je met de pijltoetsen omlaag, als je op een Windows-computer werkt, of met de pijltoets naar rechts als je op een Mac of een iPad of een iPhone werkt, met een veegbeweging naar rechts, kun je er doorheen navigeren. Mocht je gebruik maken van een schermlezer, mocht je geen gebruik maken van een schermlezer, kun je natuurlijk met de muis scrollen. De eerste zaken die je tegenkomt op de website zijn de toegankelijkheidsinstellingen. Dus het contrast kun je aanpassen, lettergrootte kun je aanpassen, allerlei andere zaken. Daarna volgt er heel wat kort wat informatie over hoe je Visio kunt bereiken. Mail je vraag, link. Thema's, link. Contact, link. Nieuwsbrief, link. Vraag en antwoord, link. Nou, dat zijn allemaal linkjes, die kun je allemaal bevestigen. Als je dit op een smart apparaat doet, met een dubbeltik als je een schermlezer gebruikt. Of met een Enter-toets op een Windows-computer. Een van de belangrijkste dingen op het kennisportaal is daarentegen dat je natuurlijk naar een onderwerp kunt zoeken. Tips, link, over Visio. Bel. Welkom bij Visio Kennisport. Het Visio Kennis uiteenlopende onder. Zoeken in Kennisportaal. Zoeken in Kennisportaal. Tekstveld. En dan ga je naar zoeken in het Kennisportaal. Tekstveld. Nou, dit tekstveld kun je in principe ook, als je een schermlezer gebruikt, eenvoudig bereiken door de letter E van editeervak of de F van formulier veld in te tikken. Als je een schermlezer gebruikt, je kunt er ook met een pagina, met een pijltoets, kun je er ook heen komen. Je zult dit tekstveld, afhankelijk van hoe je instelling van je schermlezer staat, moeten activeren. Slim. Op het moment dat ik het tekstveld heb geactiveerd en ik typ daar mijn zoekwoorden in, moet ik ervoor zorgen dat ik geen typfout maak. Daar is hij zeer gevoelig voor, helaas. En de zoekwoorden die ik gebruik, hou ik heel kort. Dus ga hier geen zinnen stellen. Bijvoorbeeld van hoe kan ik het beste koken met een visuele beperking. Vul hier alleen het woord koken in. Vul hier niet de vraag in ik wil wat meer weten over het slimme huis. Maar typ alleen maar slim huis of smart home of wat dan ook in. En let er ook op mocht je bij een bepaalde zoekterm geen resultaten krijgen. Dan probeer in synoniemen te denken. Dus typ je in smartphone, vind je niets, typ dan in slimme telefoon. Typ je in koken en je vindt niks, dan kan bijvoorbeeld eten bereiden wellicht een betere zoekterm zijn. Ga hier een beetje flexibel mee om. Mocht je echt niks kunnen vinden en je hebt van alles geprobeerd, dan kunnen we je altijd adviseren bovenin de adresregel van jouw browser, waar je het adres van kennisportaal.visio.org hebt getypt, om daarheen te gaan. Nou, dat kun je op een Windows-computer door middel van Alt-D, maakt niet uit in welke browser je zit als het goed is. En met een Mac kun je dat doen met Command-L en typ daar dan in kennisportaal spatie en dan je zoektermen. Het kan namelijk zijn dat Google, die je dan op die manier op dat moment gaat gebruiken, einde van tekst. Slim. Dat hij op dat moment sneller en betere zoekresultaat geeft dan de zoekactie in het kennisportaal zelf. Dat is helaas een onhebbelijkheid van vaak van zoekmogelijkheden op websites zelf. Dat eigenlijk Google soms het nog beter doet. Maar probeer het eerst gewoon eens op het kennisportaal. Het kan best wel meevallen. Nou, op het moment dat ik de zoektermen heb ingetypt, kan ik op de enter drukken. 53 zoekresultaten voor slim huis. Kop niveau 1. Dan zegt hij nu 43 resultaten voor het slimme huis. Nou, en dan kan ik dan Stefan slimme huis de Tado thermostaat 10 januari 2000. God, daar ben ik zelf van. Wat leuk. Hier vind je dan bijvoorbeeld filmpjes, documentatie, podcast, die je dan op dat moment weer kunt openen. Op het moment dat ik hier
Een heel lamp toevoegen aan je slimme. Stefan slimme huis toegankelijkheid. UAP video 7 oktober. Smart home video 4 slimme verlichting 24 maart 2021. Video 5 minuten nou, en 17. Deze even als voorbeeld. Naar hoofdnaam. Ja, activeer smart home video 4 slimme verlichting. Geplaatst op 24. Slimme verlichting. Heb je daar wat aan als je visuele beperking? Dan krijg je vervolgens een omschrijving van het, in dit geval het filmpje. Anders was het een omschrijving van het document, van de podcast of van iets anders geweest, van de webinar. Voice-over gebruikers opgelet. Om de video te starten veeg je 5 keer naar rechts naar de afspelenknop. Smart home video 4 slimme verlichting. Foto of afbeelding van koning. Smart home video 4 slimme verlichting. Link. Later bekijken. Knop. En hier heb je wat later bekijken. Hier kun je ook doorgelinkt worden naar YouTube. Je kunt het filmpje ook hier zelf afspelen. Maar goed, dat is even proberen welke actie je hier het beste moet hebben. Ben ik klaar? Kun je weer een stap terug gaan en zou je weer een nieuwe zoekterm kunnen invoeren. Je kunt daarentegen ook naar de themapagina. Als je niet precies weet wat je zoekt, maar je wil gewoon rondbladeren, dan kun je... Naar hoofd 53 zoekresultaten voor Slimhuis. Stefan Slimhuis de Tado thermostaat 10 januari. Naar hoofd navigatiemenu tabbladen. Knop. Even twee stappen terug. Naar hoofd navigatiemenu. Link. Doe je dit in combinatie met de Windows computer, kun je dit met Alt pijl naar links. Ga je iedere stap terug in de browser als je niet meer het pijltje naar links bovenin de menubalk kunt vinden. Doe je dit met de Mac of met een toetsenbord in combinatie met iOS, kun je dit met command vierkante haak openen doen. En dan ga je stappen terug in je webbrowser. En je hebt in het beginpagina van het kennisportaal heb je namelijk niet alleen de zoekregel, maar ook... Naar hoofdinhoud, normale let, middel, visuele, mail je vraag, thema's, link... De themapagina. En als ik die activeer, krijg ik verschillende thema's. Zoals, laat maar even kijken. Thema's. Kop niveau 1. Smartphone. Smartphone. Tablet. Tablet. PC en laptop. PC en laptop. Braille. Braille. Hulpmiddelen. Hulpmiddelen. Mobiliteit. Persoonlijke verzorging. Huishouden en gezin. Goed in je vel. Etcetera, etcetera. Er staan dus heel veel termen, dan zou je zeggen. Of thema's. Dan kun je zeggen, hey, ik ga specifiek in die thema's zoeken. Dus lukt het niet goed met de zoekbalk, kun je ook nog naar thema's gaan. Waar ook heel veel verschillende vertakkingen en subcategorieën zijn. Zodat je ze daar kunt vinden. Als laatste kan ik je adviseren om jezelf ook in te schrijven voor het kennisportaal nieuwsbrief. Nieuw, kopniveau, Android, nieuw, kopniveau 2. Ik ben nu bijna nieuw. Uit, Visio Kennisport, welkom bij het, bel, over Visio, tips, link, vraag en antwoord, nieuwsbrief, link. Bij de nieuwsbrief. Abonneren op de kennisportaal nieuwsbrief. En daar kun je je abonneren op het kennisportaal nieuwsbrief. En dan krijg je dus om de zoveel tijd de nieuwste informatie van de nieuwe documentatie en informatie die op deze site staat. Nou, dit was kort de uitleg hoe je over het kennisportaal kunt lopen, het beste zaken kunt opzoeken en hoe het kennisportaal een beetje is ingedeeld. Ik zou zeggen, veel plezier met het kennisvergaren en hopelijk zien we je snel weer. Vond je deze informatie nuttig? Kijk dan eens op kennisportaal.visio.org voor meer artikelen, video's, instructies en podcasts. Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar kennisportaal@visio.org of bel 088 585 5666. Wil je meer weten over de dienstverlening van Koninklijke Visio? Ga dan naar www.visio.org.